Facebook vind ik leuk. En ik ben niet de enige. Er zitten inmiddels 1 miljard mensen op Facebook. En het grappige is, ten tijde van de beursgang was Facebook ongeveer 100 miljard dollar waard. Dus dat betekent, als jij op Facebook zit, dat de foto's van je hond en de buurtbarbecue samen met de informatie over al je hobby's ongeveer 100 dollar waard is. Dat is toch mooi meegenomen? Geloof ik. Het verwerken van profielen, foto's en boodschappen van 1 miljard mensen vergt een technologisch hoogstandje. Dus hoe doen ze dat? Noord-Californië. Het wereldberoemde Vallei der Siliconen. En tussen alle computergiganten is er één bedrijf dat is uitgegroeid tot de ultieme foto-opportunity voor je nieuwe profielfoto. Facebook. In 2004 bedacht door een paar Harvard-studenten en inmiddels uitgegroeid tot de grootste social media website ter wereld. 1 klik op de muis en al je vrienden weten wat je doet. Klikken is de coolste vorm van communiceren geworden. Toen Facebook in 2012 de beurs opging, was het bedrijf een onvoorstelbare 100 miljard dollar waard. Je ziet dat het bedrijf is opgericht door een stelletje studenten. Ze doen hier alles net even anders. Graffiti en touchscreenschermen aan de muur. En in de snoepautomaten hangen hier geen zakjes paprika chips, maar vette high-tech. Er zijn zelfs barretjes en videogames om de jonge werknemers van gemiddeld 26 jaar een beetje af te leiden. Maar deze ongewone werkomgeving is geen lui lekkerland. Hier wordt hard gewerkt. De website groeit en groeit. Iedere 6 maanden zijn er weer 100 miljoen nieuwe gebruikers bij. En het is een gigantische taak om al die persoonlijke gegevens te verwerken. We have one engineer here for every 1 million users on the site. We operate at just an unprecedented scale. Hoe je dit moet aanpakken? Ja, dat kun je niet even opzoeken op het internet. Want er is nog nooit een website geweest met zoveel bezoekers. En als je meer gebruikers hebt dan dat er auto's zijn op de wereld, is opslag een probleem. De harde schijf van je laptop past misschien in je handpalm. Facebook heeft iets groters nodig. In Prineville, Oregon, wordt het landschap gedomineerd door een reusachtig datacentrum van 28.000 vierkante meter. Zeg maar een geheugenchip de grootte van 3 voetbalvelden. En het kostte honderden miljoenen dollars om te bouwen. Hier worden al je foto's en informatie opgeslagen. Binnen deze reusachtige servers en ultramoderne geheugenbanken gieren de data heen en weer met de snelheid van het licht. Via 6400 kilometer aan glasvezelkabels reizen ze razendsnel naar jouw computer. Ken Patchett is de general manager. When you type in facebook.com, your request goes to the open internet. And that internet lands right here. And from right here, we request from one of the Facebook servers your profile and all the information associated with it. Our data centers work and compile all that information and then send it back to you right across the open internet again. And all of that happens in milliseconds. Als je ooit hebt willen voorstellen hoe internet er eigenlijk uitziet, deze eindeloze rijen servers geven een idee. Some people consider the internet a cloud, as if it's floating around in the sky, but it's not. It's a real physical thing. The internet is a physical building, just like this, interconnected through miles and miles of fiber and cable all throughout the world, and all of these buildings can talk to each other and share data back and forth. Tja, hiermee vergeleken stelt mijn computer ineens helemaal niks meer voor. Het centrum heeft altijd 30 megawatt elektriciteit tot zijn beschikking. En zo rampzalig het is wanneer bij mij thuis de computer crasht, een stroomstoring hier zou desastreus zijn. Dus hebben ze deze enorme dieselgeneratoren als backup klaarstaan. Zodat pubers over de hele wereld er nooit achter hoeven te komen of het leven zonder social media nog wel zin heeft. In the event we lose main power to the building, these generators kick in right away. So we've got to keep a real close eye on these guys. They generate up to 3 megawatts worth of power each and we've got 14 of them on this site. Het volgende probleem is dat al deze servers een onvoorstelbare hoeveelheid hitte genereren. Als ze de binnenkanten niet koelen, zouden de servers in no time opbranden. Mijn computer thuis wordt gekoeld door een zogenaamde heatsink, zo groot als een luciferdoosje. Hier gebruiken ze dit. Dit reusachtig 7 kamer grote penthouse is niet het designhuis van Mark Zuckerberg. Het is een hypermodern, natuurlijk airconditioning systeem. Koele lucht uit de hoogvlakte van Oregon wordt opgezogen, gefilterd en vermengd met warme lucht om de temperatuur te reguleren.
Een fijne mist reguleert de vochtigheid. En gekoelde lucht daalt neer op de servers om te voorkomen dat ze oververhit raken. Overtollige warmte wordt afgevoerd via ventilatoren, honderden keren groter dan die in je laptop. En binnenkort zullen ze wel meer ventilatoren nodig hebben. Want social networken is zo cool dat het hot is. Bijna 600 miljoen fans loggen elke dag in. En dat is bijna 2 maal de totale bevolking van de Verenigde Staten. En de site groeit door. Om dat allemaal te kunnen verstouwen, komen hier elke dag nieuwe servers bij. Tom Furlong is verantwoordelijk voor de datacentra. When I started 4.5 years ago, we had 27 million users, a few thousand servers. These days we receive thousands of servers on a given day and I, you know, barely note the event. Hey Bill, the one truck's on its way out. Can you send the other one back, please? Yes, I will. Deze trucks brengen steeds meer opslag voor de servers. En hebben wij het over gigabytes en terabytes. Hier spreken ze over petabytes. 1 petabyte is 1000 terabyte. We have over 100 petabytes of photos and videos that are growing every single day. And that is a fantastic amount of information. Dat is 100.000 keer zoveel data als er op een hypermoderne PC staat. En dat groeit nog elke dag. Elk serverrack bevat 500 terabytes. Dat is ruim 130 miljard keer meer geheugen dan in de eerste homecomputer van Apple. Als een van de servers uitvalt, moet de spreekwoordelijke naald in de digitale hooiberg snel gevonden worden. En daarvoor hebben ze technici als Dave Gaylord. En jawel, er is een harde schijf uitgevallen. En David moet in dit labyrinth rek B25 zien te vinden. Herinner David? Want dit is vast cruciale informatie die verloren gaat. De laatste foto van iemands golden retriever of de exacte locatie van een feestje ergens in het noorden van het land. Als hij hem heeft gevonden, repareert David de hele boel sneller dan jij je status kan updaten. Meer dan 2,5 miljard mensen wereldwijd hebben toegang tot het internet. En 20% van die tijd besteden ze op social network sites met het bijhouden van miljoenen foto's, berichten en updates. Door al deze activiteit groeit zelfs dit megadatacentrum uit zijn jasje. Dus zijn er al aannemers aan het werk voor uitbreiding. Maar je kan je afvragen, zal de capaciteit ooit groot genoeg zijn?